Wat je hier hebt gezien is dat ze hebben geleerd een EHBO bij sportongevallen, kinderveiligheid. We hebben ze geleerd hoe ze bijvoorbeeld iets herkennen, mishandeling, misbruik of wat. En dat er een rapportageplicht aan gekoppeld is. Dat heeft te maken met awareness en safety. Daarnaast hebben we ook gewerkt aan hoe trek je ouders erbij. We hebben heel veel geëvalueerd, we hebben heel veel gereflecteerd. Maar we hebben heel veel teambuilding spelletjes gedaan, maar ook teambuilding onderdelen. Kijk, normaal presenteer je en dan vertel je. Maar wij hebben de mensen ook heel veel laten vertellen. Dus we hebben ook casussen behandeld die hier actueel zijn in de Keri. De bedoeling is natuurlijk ook dat de betrokkenheid van de ouders bevorderd wordt. En eigenlijk, het moet niet alleen bevorderd worden, maar het moet er aanwezig zijn. Daar moeten we naartoe gaan. Kijk, het is nog altijd een doelgroep die nog steeds onderbelicht is. En die meer aandacht nodig heeft, maar nog steeds ergens nog in een taboe leeft. Want niet alle kinderen met een beperking zitten op school of zijn in organisaties. En dat kan zijn door de omstandigheden dat ouders dat nog echt als een taboe zien. Dus het is nog steeds heel erg moeilijk om dat te stimuleren. Vanochtend melden twee ouders zich aan op de Bonafoy. En ze hebben vandaag meegespeeld en gesport met de kinderen met een beperking. Dus betrokkenheid van de ouders, het kan, het is een mogelijkheid, er is een interesse. En wij willen graag dat Nikeri dat ook oppakt, de ouders die dat al doen, dat ze ook de andere ouders met kinderen met een beperking motiveren om met hun eigen kinderen wat actiever bezig te zijn. Want ze kunnen veel meer dan wat we denken.